Hi, ik ben Etienne en jij kijkt naar een Halloween tutorial geïnspireerd op The Phantom of the Opera. Grimmer Kaylee creëerde deze look bij mij en thuis kunnen jullie aan de hand van een paar tips deze look zelf proberen na te maken. Moet ik de hele tijd in die camera blijven kijken? Of? We beginnen bij stap 1, de kaalkop. Maak je haar een beetje vochtig en kam het naar achter. Als je wat langer haar hebt, dan kun je het vastspelden met dunne platte spelden. Dan gaat de kaalkop over het hoofd. Klap hem dubbel en ontvet het voorhoofd met alcohol. Mocht je thuis nou niet gelijk een kaalkop hebben liggen, dan kun je dat makkelijk online bestellen. Dan creëren we een plakrand met mastix, een natuurlijke lijn van bomenhars, van ongeveer 2 cm dik om de kaalkop vast te plakken. Doe dit ook bij de zijkanten en achterkant van het hoofd en smelt de randen netjes weg. Knip de kaalkop langs de oren en werk de overige randen op dezelfde manier af. Dan gaan we nu de kaalkop inkleuren, met een lichtrode kleur en daarna met een huidskleur, zodat het lijkt op de eigen huid en het haar niet meer zichtbaar is. Als laatste stap voor de kaalkop is het belangrijk om het af te poederen. We beginnen met het wegwerken van de wenkbrauw. Dit doen we op dezelfde manier zoals we het hoofdhaar hebben weggewerkt. Thuis kun je één wenkbrauw wegwerken door een lijnstift te gebruiken. En werk hem daarna weg door er wat foundation op te doen. Dan zijn we nu klaar om aan het wondeffect te beginnen. Smeer de latex op het gezicht waar de wond moet komen. Heb je nou geen latex, dan kun je wimperlijm gebruiken. Trek losse watten of eventueel tissues uit elkaar en druk ze op het gezicht. Laat dit even drogen en stippel dan weer een laag latex of wimperlijm. Maak dit vooral niet te netjes. Nu kan je het inkleuren met rood en om extra diepte te creëren gebruik je zwart. Gebruik ook rood en blauw voor om het oog. Het is een mooi effect om nepbloed te gebruiken. Breng dit met natte handen aan op het hoofd, zodat je het makkelijk kan verspreiden. Je kan ervoor kiezen om nog wat finishing touches toe te voegen om het af te maken. Aan de andere kant van het hoofd kun je een lichte foundation aanbrengen. Kleur de wenkbrauwen en eventueel de baard in met een donkere of zwarte kleur voor een uitgesproken Halloween look.
Rondom de ogen kun je accenten aanbrengen met een donkerbruine en of zwarte poeder. Als dit klaar is, dan kunnen we de pruik opzetten. Ook hier plakken we de randen weer vast aan de huid. Werk de randen weg door foundation aan te brengen. Wil je nou de gehele look afmaken? Zet een wit doormidden geknipt masker op en trek je allermooiste smoking aan. Happy Halloween!